Deze is goed voor een van ons twee. Fijn, hier doe ik het voor. Dat kan ik van genieten. Maar wat een spanning. Niet zo handig. Pakjes wel hadden, inderdaad. Zonder te zeggen wat voor. De kandidaten zijn aangekomen terug bij in de buurt van de beginplek. Ondertussen heeft Jochem het spel verlaten. En dat heeft de spanning in de groep heel erg doen oplaaien. De kandidaten hadden 75 wokpakjes kunnen hebben. Maar het zijn er min 2. De wokhouder is heel erg goed bezig. Maar zitten de kandidaten op het juiste spoor? Sommige kandidaten zijn overtuigd, andere twijfelen nog. We zijn ondertussen aangekomen in Sadama. Dat is de wijk van de haven. De oudste wijk van Tallinn, waar ook de haven is gebouwd. In deze wijk en achter mij in dit hotel zullen ze op de proef worden gesteld met 2 ultieme mogelijkheden waarin ze met de wokhouder zullen communiceren en waarin de wokhouder zichtbaar zal zijn voor hen. Die ene essentiële vraag, zo vlak voor de finale: wie heeft de wok? Ik kreeg hier de eerste brief. De aanwijzing of ik op het goede spoor zat. Ik had deze even overgeslagen omdat ik niet echt een duidelijk antwoord had bedacht. Dus even afwachten op de volgende brief. Eenmaal de tweede brief kwam ik iets dichterbij. Ik moest hier even over nadenken of ik wat juister ging schrijven en niet iets fouts.
Uiteindelijk dacht ik van, ik schrijf het toch op. En hier had ik al een duidelijkere aanwijzing. En ook op een gegeven moment had ik een vermoeden voor iemand anders. En de aanwijzing op deze brief, die kwam daar heel goed mee overeen. Dus op een gegeven moment had ik een nog beter vermoeden dan dat ik eigenlijk had over de wokhouder. Die is nu plots veranderd door de aanwijzing van de brief. Ja, hier wist ik niet zo goed wat er ging gebeuren. Dus ik denk, ja, ik blijf maar gewoon zitten en ik zie het allemaal wel. Ja, hier kreeg ik in één keer een envelop onder de deur geschoven. En ik dacht, ja, wat is dit nou weer? Ik denk, dan komt weer een rare vraag of zo. Maar hierbij was de vraag... of ik dacht te weten wie de wokhouder is. En nou ja, ik was er nog steeds van overtuigd dat het Melissa is. Dus ik heb ook volmondig Melissa opgezet. En toen kwam er nog een envelop. Daaruit was de vraag of dat ik een hint zou willen. Maar dan moest ik wel wokpakjes inleveren. En ik dacht, nou ja, dan... We hebben al best wel weinig wokpakjes, dus ik dacht voor de groep, ik denk nee, ik ga het niet doen. Want ik was er toch al van overtuigd. Melissa die vertelde mij dat ze uit Hoofddorp kwam. Dus ik heb Hoofddorp opgeschreven bij de vraag waar komt de wokhouder vandaan. Dus ja, daar heb ik vol overtuiging ingevuld, maar het bleek niet te kloppen. En toen was ik echt verbaasd, want ik dacht, is mijn intuïtie nou zo slecht in dit spel? Heb ik dit nou echt, is het dan toch iemand anders? Nou, we kwamen hier in een hotel aan, dus eerst dacht ik, nou misschien ligt hier iets in de kamer waar we naar op zoek moeten. Of... Misschien komt ze iets en toen uiteindelijk kwam er dus ook een envelop eigenlijk onder de deur vandaan waarin iets stond over waar de wokhouder zou wonen en dat we dan het goede antwoord moesten opsturen. Ja, op het moment dat ik eigenlijk hem net onder de deur wilde doen en mijn antwoord daarvoor nog wilde gaan opschrijven, toen kwam er alweer een nieuwe envelop waarin stond, je kan zoveel wokpakjes uit de pot halen voor ja, eigenlijk een aanwijzing nog over de wokhouder. Ik heb dat eerst goed doorgelezen. Ik dacht misschien
Zit er een of andere aanwijzing of hint bij? En toen uiteindelijk heb ik het antwoord wat ik dacht dat goed was, heb ik weer ook teruggedaan onder de deur. En toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk nu al de finale. Ik wil nu ook wel echt gaan winnen, dus dat heb ik ook wel gedaan. Nou, we kwamen hier aan op het einde van de avond en we kwamen voor een dilemma te staan. Melissa, de finale bereikt. Maar weet je ondertussen wie de wokhouder is? Voor het grote moment zover is, heb ik nog een paar dilemma's voor je. En onthoud, laat je niet misleiden. Wil je de identiteit van de wokhouder weten? Ben je bereid om 10 wokpakjes uit de pot te spelen voor een gouden hint? Ja. Dan is dat genoteerd. Er worden 10 wokpakjes uit de pot gespeeld. Maar aan het einde zijn we daar dus volledig ingeluisterd. Want de wokpakjes zijn eruit. En ik heb ook niet te weten gekregen wie de wokhouder is. Hallo. Hey, Youssef. Vlak voor het finale moment. Zeker. Je hebt de finale behaald. Van wie heeft de wok? En de vraag is, zit je goed? En daarvoor heb ik nog een paar dilemma's voor je. Wil je de identiteit van de wokhouder weten? Graag. Ben je bereid om 10 wokpakjes uit de pot te spelen voor een gouden hint? Ja. Moet je helaas melden dat er alleen maar 10 wokpakjes uit de pot zijn gespeeld. Wat houdt dat in? Ik wil graag weten wie de wokhouder was. En ik was bereid om heel wat ervoor in te leveren. Maar achteraf. Goedenavond, Vienna. Goedenavond. De finale behaald. Ja. Yes. En dit is het moment van de waarheid. Maar voordat dat moment komt, heb ik nog wat dilemma's. Oké. Okay. Laat je niet misleiden. En kijk goed rond wat er gebeurt. Wil je de identiteit van de wokhouder weten? Ik twijfel een beetje, omdat ik een heel groot vermoeden heb dat ik al weet wie het is. Mm-hmm. Maar ja, natuurlijk wil je wel de identiteit weten. Dus ik ga voor nu voor ja. Ben
Ben je bereid om 10 wokpakjes uit de pot te spelen voor een gouden hint? Nee. Nou, dat heb ik goed nieuws voor je. Je hebt 10 wokpakjes in de pot gespeeld. Oh. Mooi. Dat is goed nieuws. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet weer de groep de punten afpakken. Dus ik heb besloten om het niet te doen. En uiteindelijk was dat dus blijkbaar wel een goede keuze. Want daardoor had ik wel wokpakjes gewonnen. Kandidaten staan vlak voor de finale test. De test waarin ze hun uiteindelijke verdachte wokhouder kandidaat moeten aangeven. De test die bepaalt wie de winnaar is, wie de verliezende finalist, en waarin we te weten gaan komen wie de wokhouder. Vol spanning zijn ze in het hotel achter mij deze test aan het maken. Zouden er nog twijfels zijn? Eén ding weten we eigenlijk wel zeker op dit moment. Die heerlijke wokmaaltijd tijdens de finale zal niet gemaakt worden. Ik heb keuze veranderd en ik was volgegaan op Melissa, omdat in de hotelkamer al mijn aanwijzingen niet mijn verdachte aanvinkten, dus ging ik voor Melissa. Trust nobody. Ja, de laatste test. Ik was wel aan de twijfel gebracht omdat mijn antwoord fout was. Tenminste, fout was het antwoord, waar komt de wokhouder vandaan? Maar ik heb toch goed nagedacht en ik weet eigenlijk bijna zeker dat ze het verkeerde plaatsnaam heeft genoemd waar ze vandaan komt. Dus ik ben toch nog steeds voor Melissa gegaan. Ik denk, vanaf het eerste moment heb ik op Melissa gezeten en nou zet ik ook door ook. Nou, dit was eigenlijk het finale moment van de test en heb ik dus alle vragen heb ik op mijn wokhouder ingevuld, Vivienne. En ik weet bijna zeker dat zij het is, dus ik denk dat het een hele grote kans is dat ik ga winnen. Trust nobody. Kandidaten. Wekenlang zijn jullie op zoek geweest naar de wokhouder. En hier staan jullie dan. De finale. In het prachtige Estland. Vienna, jouw reis begon interessant met een pen en een papier. We zagen je schrijven, we zagen je rekenen. We hebben je zien rennen. Maar was dat fanatisme? Of was je stiekem van aan wokken? Youssef, we zagen jouw reis en het leek tijdens jouw reis alsof je niet snapte wat de bedoeling was. Was het gespeeld? Of was dat de waarheid? Melissa, je leek heel stil op de achtergrond. Maar zo nu en dan was je daar. Was je aan het wokken? Of speelde je gewoon je spel en was je jezelf? Eén van jullie drie is de wokhouder. Eén van jullie drie is de winnaar. En één van jullie drie is de verliezende finalist. We hebben weer test gemaakt.
Wie is een finalist? Van wie heeft de wok 2021? Is... Vienna. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Ik denk, laat het allemaal gewoon een beetje op me afkomen en ik zie het wel. Maar toen zag ik dat Melissa absoluut geen wok houden wilde brengen. En daar kreeg ik een beetje een onderbuikgevoel bij. En ik ben bewust voor Jochem gegaan, omdat ik bij hem ook misschien wel het gevoel had dat hij het zou kunnen zijn. En ik dacht, als ik met hem samen een opdracht doe, dan kan ik in ieder geval uitsluiten dat hij het misschien zeker niet is. En dan kreeg ik de opdracht om te rekenen. Nou ja, ik ben in dat opzicht echt geen rekenwonder. Maar ik was met Melissa. En eenmaal terug bij de groep vroegen ze ook meteen van... wat had je gepakt? En ik heb gezegd dat mijn laatste twee tafels leeg waren. Dus eigenlijk dat ik niks had. Ik stond er wel van te kijken dat die gouden hint wel weg was opeens. Dus ik heb eigenlijk soms wel een beetje anders doorgegeven. Een paar dagen na haar bondgenoot Jochem is het ook de tijd om afscheid te nemen van Vienna. Ze leek op de achtergrond, was stil, maar ze was slim. Maar was ze te vroeg in die tunnel gedoken om op Melissa te zitten? Heeft dat haar gemerkt? We gaan haar weer zien in Nederland en we hebben genoten van de momenten dat ze leek te wokken. Momenten dat ze het niet leek te kunnen weten, maar ook de gezelligheid en de lach. Dus voor nu zou ik zeggen, laten we afscheid nemen van deze prachtige persoonlijkheid. Ja, we gaan jou zien in Nederland. Dankjewel voor het meedoen. Ja. En ik had wel een beetje het idee dat ze het eigenlijk verkeerd zei. Dus maar wie heeft de wok? Dat zien jullie volgende week. Trust nobody. Volgende week zijn we terug in Nederland. In de studio van Wok Talk. Met een speciale aflevering. Waarin alle kandidaten, dus ook Vienna en Jochem, die aanwezig zullen zijn. En waar we bekendmaken wie de wokhouder is. Kortom, kijk volgende week weer naar Wie heeft de wok? De ontknoping met uiteindelijk het antwoord op die ene belangrijke vraag. Wie heeft de wok? Weet jij wie de wok is? Download dan nu de app en speel mee.